ben woonachtig altijd in Helvoort geweest en nog. Ja, mijn beroep is heel iets anders dan wat ik nu doe, want dit is mijn hobby. En mijn hobby is koperkloppen. Het veranderen van een materiaal in een andere vorm. Dus hol, bol, een samenstellen van iets, toch een mooi werkstuk krijgt of een mooie afbeelding. Dus koper slaan, dat is een raar begrip. Koper slaan, we slaan het niet, we doen het vervormen met hamers. Een zetbank, een buigmachine enzovoort. Maar niet slaan. Slaan met de volksnaam is slaan. Het is vroeger wel een beroep, maar tegenwoordig helaas niet meer. Want je kunt een keteltje, die moor, die andere dingen van koper gewoon bij de winkel kopen. En veel goedkoper als wij ze ooit kunnen maken. Ook als hobby. Want het materiaal is schrikbaar en duur. Het is echt het, vooral met die computers allemaal en die elektronica. Mm-hmm. Ja, hebben ze veel van deze mooie materialen nodig. En ja, daar drijft die prijs op. En dat zit in de televisie, in de tablets, in de mobieltjes. Overal zit koper, messing, allerlei legeringen zitten daarin. Mooi. En je ziet wel, het is allemaal schoon, hè. Het is allemaal niet roestig. Het wordt allemaal nog gebruikt. Het is alles nog dagelijks, wekelijks in de handen. Dezezelfde bolling, zeg maar, als deze. Alleen hier kun je weer mee in een pijp of in een vorm of in een keteltje of ergens anders op afstand. Dan kun je dit in de bankstoel zetten. De Tweede Kamer is er nog lang niet over eens. Het hele kabinet struikelt erover. Maar hier staat hij al. Hier vliegt hij al vrij rond in mijn eigen tuin. Hij kan met de wind mee. Dus wat dat betreft kan altijd de goede kant uit. De JSF. Dan zit er aan deze kant nog allemaal van die bubbeltjes in van die hamer, die bolle kant van die hamer. Maar die kunnen wij met die andere tasjes weer mooi gelijk kloppen. Ik zal het eventjes laten zien. Een hamer die mooi glad is van onderen zonder krasjes of deuken erin. En dan klop je dit weer mooi vlak. Engelengeduld heb je daarvoor nodig. Want je moet in wezen bijna ieder plekje weer een keer met de hamer gehad hebben om het weer mooi glad te krijgen. Ja, als je de eerste indruk van een werkstukje ziet, dan heb ik al gauw de indruk van dat is met liefde gemaakt, dat is door een vakman gemaakt. Want de vakman die is niet eerder tevreden als het werkstuk perfect in elkaar zit. Technisch, maar ook gewoon visueel om te zien. Ja. Het zit mooi in elkaar, het zit netjes afgewerkt. Daarin zie je de liefde. En dan zeg je toch, ja, het is een vakman. Maar er zijn meer mensen die iets leuk maken, niet alleen ik. Hè. Er zijn er meerdere. Maar ja, helaas moet je zoeken met een vergrootglas.